Vandaag een cult, een korte intro en een volledig verhaal. Clarice Lispector, een van de vernieuwendste Braziliaanse schrijfsters. En ik lees nu een verhaal. Het diner. Hij kwam laat het restaurant binnen. Ongetwijfeld tot dat moment in beslag genomen door belangrijke zaken. Rond de 60, groot, corpulent, wit haar, dikke wenkbrauwen, krachtige handen. Aan een vinger de ring van zijn macht. Hij ging zitten, breeduit en massief. Mijn blik dwaalde af en al etend observeerde ik opnieuw de magere vrouw met hoed. Ze lachte met volle mond en haar donkere ogen schitterden. Op het moment dat ik mijn vork naar mijn mond bracht, viel mijn blik weer op hem. Daar zat hij, ogen dicht, krachtig, mechanisch kauwend op zijn brood, zijn twee tot vuisten gebalde handen op tafel. Ik had verder en bleef naar hem kijken. De kelner zette de gerechten neer op het tafellaken, maar de oude man hield zijn ogen dicht. Toen de kelner een onverhoeds gebaar maakte, deed hij ze zo abrupt open dat zijn grote handen hetzelfde deden en zijn vork op de grond viel. De kelner mompelde een paar vriendelijke woorden en bukte om de vork op te rapen. De man zei niets. Want nu hij wakker was, keerde hij het vlees opeens om en om, bekeek het omstandig met het puntje van zijn tong uit zijn mond. Hij drukte met de achterkant van zijn vork op de biefstuk, rook er bijna aan, terwijl zijn mond al koubewegingen maakte. En hij begon te snijden met een onzinnige krachtsinspanning van zijn hele lichaam. Vervolgens bracht hij een stukje ter hoogte van zijn gezicht, en alsof hij het uit de lucht moest oppikken, hapte hij het met een snelle hoofdbeweging weg. Ik keek naar mijn bord. Toen ik opnieuw mijn blik op hem richtte, zat hij volop te genieten van zijn eten, kauwend met open mond, zijn tong strijkend over zijn tanden, starend naar de lamp aan het plafond. Ik wilde net weer een stukje van mijn vlees afsnijden, toen ik zag dat hij ineens ophield met eten. Alsof hij er niet langer tegen kan, waartegen, grijpt hij snel zijn servet en drukt het met zijn harige handen tegen zijn oogballen. Ik stopte even, op mijn hoede. Zijn lichaam ademde moeizaam, dijde uit. Ten slotte haalde hij het servet voor zijn gezicht weg en kijkt verbaasd. Alsof hij van heel ver komt, zijn ogen opensperrend en weer dichtknijpend en ze dan schoonvegend, ademt hij in. Vervolgens kauwt hij langzaam op de rest van het eten dat hij nog in zijn mond heeft. Een tel later is hij echter weer helemaal de oude, de stoere man. Hij neemt met heel zijn lichaam een vork vol salade en eet voorovergebogen, met actieve kin, de lippen glanzend van het vet. Hij stopt even, dept opnieuw zijn ogen, wiegt kort met zijn hoofd. Een nieuwe hap vlees met sla wordt uit de lucht geplukt. Dan zegt hij tegen de kelner die voorbij komt, dit is niet de wijn die ik heb besteld. Precies de stem die ik verwacht had. Een stem die geen tegenspraak doet en me zegt dat niemand ooit iets voor hem zou kunnen doen, behalve hem gehoorzamen. De kelner liep met de fles in zijn hand beleefd weg. Maar opnieuw verstart de oude man alsof zijn borst samengekrompen is en alles vastzit. Hij trilt onder zijn enorme kracht, opgesloten. Hij wacht. Totdat het lijkt of hij door honger overmand wordt en weer met trek begint te kauwen, het voorhoofd gefronst. Ik was inmiddels langzamer gaan eten, met een licht misselijk gevoel zonder goed te weten waarom. Onderdeel van ik wist niet wat. Plotseling zit hij helemaal te beven, brengt opnieuw zijn servet naar zijn ogen en drukt er tegen met een woestheid die me in vervoering brengt. Resoluut leg ik mijn vork neer op mijn bord, met een onverdraaglijk gevoel van verstikking, furieus, gebroken in onderwerping. De oude man blijft echter maar kort zitten met zijn servet tegen zijn ogen gedrukt. Wanneer hij dat deze keer kalm weghaalt, staan zijn ogen extreem vermoeid. Met een zachte uitdrukking, dat had ik al gezien nog voor hij ze depte. Ik zag de traan. Ik buig me over het vlees, verloren. Als het me tenslotte lukt naar hem te kijken vanuit de diepte van mijn bleke gezicht, zie ik dat ook hij gebogen zit met zijn ellebogen op tafel. Het hoofd tussen zijn handen. Precies alsof hij er niet meer tegen kon. De dikke wenkbrauwen dicht bij elkaar. Het voedsel moest als gevolg van de heftige emotie in zijn keel zijn blijven steken.
want toen hij weer verder ging met eten, keek hij alsof slikken hem de grootste moeite kostte en wreef hij met de servet over zijn voorhoofd. Ik kon niet meer, het vlees op mijn bord was rauw, ik kon echt niet meer. Maar hij at door. De kelner bracht de fles in een ijzermer. Ik nam alles in me op, zonder nog onderscheid te maken. Het was een andere fles, de kelner in tenue, een lichtkrans om de grote kop van Saturnus die nu nieuwsgierig om zich heen keek, vraatzuchtig en aandachtig. Even wordt mij het zicht op de oude man ontnomen door de kelner en zie ik slechts de zwarte panden van diens jasje. Zwevend boven de tafel schonk hij rode wijn in het glas en wachtte met glanzende ogen, want daar zat vast de man die royaal fooi gaf. Een van die oude mannen die nog midden in het leven en in het centrum van de macht stonden. De verheven oude man nam kordaat een slok, zette het glas neer en savoureerde de wijn met vertrokken gezicht. Hij smakte met zijn lippen, klakte bitter zijn tong alsof wat lekker was heel vies smaakte. Ik wachtte, de kelner wachtte, allebei in spanning gebogen. Ten slotte grimaste de man ter goedkeuring. Dankbaar dat de wijn beviel, boog de kelner zijn glimmende hoofd. Ik ademde opgelucht. Nu vermaalde hij in zijn grote mond het vlees met slokken wijn en kauwde de kunsttanden zwaar, terwijl ik tevergeefs naar hem bleef spieden. Er gebeurde verder niets meer. Het restaurant leek met verdubbelde intensiteit te stralen onder het geflonker van glaswerk en bestek. In de fel schitterende kroon die de zaal was, zwol het geroezemoes nu eens aan en nam dan weer af in een zachte golfbeweging. De vrouw met hoed glimlachte met halfgesloten ogen, zo slank en mooi, de kelner schonk langzaam wijn in. Maar op dat moment maakte de oude een gebaar. Met zijn zware, harige hand, aan de binnenkant gekerfd door de lijnen van het noodlot, maakte hij een nadenkend gebaar. Met die pantomime zegt hij zoveel mogelijk en ik begrijp het niet. En alsof hij er niet meer tegen kan, legt hij zijn vork op het bord. Deze keer hebben ze je flink te pakken, ouwe. Hij ademt luidruchtig, uitgeput. Dan pakt hij zijn glas en drinkt met gesloten ogen in ruisende wederopstanding. Mijn ogen branden en de helderheid is hoog, aanhoudend. Ik ben in de greep van extase, hijgend van misselijkheid. Alles vind ik ineens groot en gevaarlijk. Steeds mooier wordende slanke vrouw huivert, ernstig te midden van al dat licht. Hij is uitgegeten. Zijn gezicht vertoont geen enkele uitdrukking meer. Hij doet zijn ogen dicht, ontspant zijn kaken. Ik probeer gebruik te maken van dat moment, nu hij niet langer zijn eigen gezicht heeft, om tenslotte te kunnen kijken. Maar het is zinloos. De grote verschijning die ik zie is onbekend, majestueus, wreed en blind. Waar ik een directe blik op wil werpen, bestaat niet op dat ogenblik vanwege de buitengewone kracht van de oude man. Hij wil dat niet. Het dessert wordt gebracht, een mousse. Ik ben verbaasd dat hij zoiets frivols heeft besteld. Hij eet langzaam, neemt er een lepel van en kijkt naar het druipen van de lobbige substantie. Hij werkt alles naar binnen, trekt een vies gezicht en schuift helemaal vol, wel doorvoet, het schoteltje van zich af. Vervolgens laat het grote paard, nu de honger is gestild, het hoofd in zijn handen rusten. Het eerste teken is duidelijk zichtbaar. De oude kinderverzwelger denkt diep na. Wit weggetrokken, zie ik hoe hij het servet naar zijn mond brengt. Ik meen een diepe zucht te horen. Allebei zitten we zwijgend in het midden van het restaurant. Misschien heeft hij te snel gegeten, want ondanks alles heb je nog steeds honger, toch? Beet ik hem ironisch, woedend en uitgeput toe. Maar hij stortte zienderogen in. Zijn gelaatstrekken leken uitgezakt nu. Hij zag er opeens dement uit, zijn hoofd wiegde zonder dat hij er nog controle over had, de lippen op elkaar geperst, de ogen gesloten, schommelend. De patriarch huilde van binnen. Mijn razernij verstikte me. Ik zag hoe hij zijn bril opzette en opeens vele jaren ouder werd. Terwijl hij het wisselgeld natelde, schoof hij met klapperende tanden zijn kin naar voren en gaf zich even over aan het genot van de ouderdom. Wat mezelf betreft, ik had hem zo aandachtig geobserveerd dat ik niet eens had gezien dat hij de rekening nalopend zijn portemonnee tevoorschijn had gehaald om te betalen. Net zo min ik had gemerkt dat de kelner was teruggekomen met het wisselgeld.
Ten slotte deed hij zijn bril af, klapperde even met zijn tanden en veegde zijn ogen droog onder het maken van de even nutteloze als smartelijke grimassen. Hij haalde een vierkante hand door zijn witte haren en streek ze energiek glad. En kijk, nu hij niet langer iets had om op te steunen, lijkt hij zwakker, hoewel hij nog steeds enorm is en in staat een van ons neer te steken. Zonder dat ik er iets aan kan doen, zet hij zijn hoed op en strijkt voor de spiegel zijn das glad. Hij beent dwars door het licht in de eetzaal en verdwijnt. Maar ik ben nog steeds een man. Toen ik verraden of vermoord werd, toen iemand voorgoed vertrok, of ik het beste wat mij nog restte verloor, of toen ik wist dat ik ging sterven, ik eet niet. Ik ben nog niet die macht, die constructie, die ruïne. Ik duw het bord van me af, ik verwerp het vlees en het bloed ervan. Thank you.